Welkom bij Personal Tuning Epifora. In deze korte video probeer ik u uit te leggen waarom het logisch is dat 90% van de mensen met fibromyalgie syndroom vrouw is en 10% man. Het gaat om het volgende. Fibromyalgie syndroom is een syndroom wat zich ontwikkelt wanneer over langere tijd alle bloedvaten totaal verkrampt zijn. Bijvoorbeeld deze hand. Wanneer iemand te lang op mijn pols drukt waardoor de aanvoer en afvoer niet goed is, krijgt mijn hand capaciteitsverlies. Uiteindelijk gaat het verzuren, verkrampen, allerlei symptomen haken en uiteindelijk is het dit werk. Dan zit je dus vast in je eigen lichaam. En dat gaat op alle aspecten van het lichaam zo. Hoe kan het zijn dat je bloedvaat, zoals deze pols, maar dan je hele lichaam zo verkrampt zijn? Daar zijn een paar redenen voor, die ik u nou ga noemen. Wanneer je lang stress hebt in jezelf of om je heen, krijg je verkramping van de bloedvaten boven in je hoofd. En ook verkramping in je darmen. Begin van het prikkelbare darmsyndroom. Op de tweede plaats is het zo dat door de bloeding in je brein, je hebt aanvoer en je hebt afvoer. En de aanvoer gaat door halsslagaders, 80%, maar ook door nekslagaders, hier getekend, 20%. Wanneer je hypermobiel bent, en er zijn veel meer vrouwen hypermobiel dan mannen, kan het zijn dat de houding van je nek zo moeilijk wordt, omdat je bent eerder moe als normaal, je zakt ook wat dieper als normaal, dat de stoplichten in je nekslagaders op rood gaan, minder de bloeding naar omhoog dus. En als de cirkel van Willis, en dat is een verbinding tussen je voorste gedeelte en het achterste gedeelte, slagaderlijke verbinding, wanneer die niet goed is aangelegd, en dat is bij 2/3 van alle mensen in de hele wereld zo, loop je de kans dat bij een vermindering van de bloeding door je nekslagadertjes, dat deze positie ontstaat. Achter en middenhoofd, afhankelijk van de wel of niet uitgebouwde cirkel van Willis, kan in een knel komen wat betreft de aanvoer van het zuurstofrijke bloed. En wanneer dat het geval is, dan gaan alle lichaamcellen, alle lichaamsslagaders heel hard verkrampen in de hoop dat het hier nog een beetje goed komt. We noemen dat sympathico-dominantie. Het vegetatieve systeem gaat in de eindstand. In dit geval heeft iemand druk op zijn achterhoofd, pijn op zijn haarwortels, wazig zien en totale verkramping in het hele lichaam. En als ik in Beieren ben in München en ik geef daar een workshop en er zitten 20 mensen met fibromyalgie op een rij, ik kom daar binnen en ik zeg: wie van jullie heeft druk op het hoofd, pijn op de haarwortels, gaan er gewoon 15 vingers de lucht in. Dit is de hoofdoorzaak voor het ontstaan van het fibromyalgie syndroom. Er zijn veel meer vrouwen hypermobiel dan mannen, dus die hebben eerder de kans om dit te krijgen. Daarnaast is een vrouw met een cyclus iemand die elke maand dus een schuif die kant op krijgt. Als je mooi groen staat, kun je wel wat hebben, maar sta je al daar, wordt het al snel migraine. En bij een slechte cirkel van Willis heb je eerder migraine, dat is jaren geleden alles bewezen. Maar er komt nog een ander aspect bij. Mannen hebben hersenen hier en ook wat hier, die ze inzetten voor alles wat ze doen, ook de zorg en alles. Vrouwen hebben hersenen hier, daar, maar ook nog in hun buik. We noemen dat de belly brains. Als er gevoetbald wordt, de man die gaat lekker naar de derde helft nog even een biertje drinken. De vrouw gaat weer thuis om te zorgen. Of als je allebei voetbalt, weet de vrouw meestal wel dat het brood in de diepvries ligt. De zorg, de activiteit van een vrouw gaat gewoon 24/7 altijd maar door. Bij mannen ligt het anders. Deze oorzaken, bij elkaar opgeteld, maken het dat 80-90% van alle mensen met het fibromyalgie syndroom, diagnose fibromyalgie syndroom, vrouw zijn. Ons advies is altijd: zorg bij ademtechnieken dat je adem wat laag blijft. Zorg ook dat je nekwervelklomp goed open staat. Laat niet van de bouw van jouw cirkel van Willis afhangen hoe de bloeding in je achterhoofd is. En dit is wat ik graag wilde vertellen in deze korte video. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verhaal, kunt u gaan naar www.personaltuning.nl naar ons antwoordformulier. Dank voor uw aandacht.